Het schoolplein van openbare basisschool De Oversteek in Nijmegen-Noord staat normaal om 8:30 al vol met ouders en leerlingen. Maar dinsdagochtend niet, want de basisschool deed mee aan de landelijke actie Lawaai voor Leerkrachten. Om aandacht te vragen voor het tekort aan leraren en de kwaliteit van het onderwijs. Een kleine 1000 leerlingen kwam daarom een uur later naar school. De leerlingen mochten zoveel mogelijk lawaai maken om te laten zien dat ze solidair zijn met hun juffen en meesters. De ouders van onze school hebben een actie opgezet om ons een hart onder de riem te steken. En ze zijn het met ons eens. Er moet meer geld naar onderwijs. En dat kan natuurlijk gedeeld in salaris, maar we willen vooral dat er meer leerkrachten voor de klas komen. Er gaat een groot tekort ontstaan en wij merken het nu al. Wij moeten onze groepen gaan herverdelen. En dat betekent dat de groepen groter worden. Er zijn minder leerkrachten beschikbaar. En dat is een groot probleem. Ik denk dat heel veel ouders heel goed snappen hoe belangrijk goed onderwijs is. Dat is eigenlijk zo'n ongelooflijk open deur. En we vinden het allemaal maar normaal. En nu dreigt het een groot probleem te worden. Wij denken omdat het gedeeltelijk is, omdat er dus de salariering te laag is. Het trekt geen mannen. Het is moeilijk om met het salaris van een leerkracht basisonderwijs om daar je gezin van te onderhouden. Het heeft het imago van, ach, ze zijn daar maar een beetje aan het, wat zijn ze aan het doen? Meer dat gevoel. Terwijl wij natuurlijk wel de basis leggen voor al het onderwijs, hoe we verder moeten gaan. En daar mag wel meer waardering voor zijn. Dat de zorg die de leerkrachten en ouders hebben over de kwaliteit van het onderwijs, dat gehoord wordt in Den Haag. En daar wordt nu nog een beetje mat gereageerd, maar nou ja, we hopen dat dit gaat helpen. Het is een ludieke actie, maar het doet je wel echt wat als je dan al die ouders en al die kinderen hier ziet staan. We zijn natuurlijk een grote school die zoveel lawaai kunnen maken dat je denkt, we moeten er ook voor gaan, met z'n allen, voor de toekomst van onze kinderen.